Volgend jaar komt er een nieuwe film uit van Disney, gemaakt op het sprookje van Sneeuwwitje. Sneeuwwitje zelf wordt gespeeld door Rachel Zegler, die je ook kan kennen van The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. En een beetje de evil koningin, die wordt gespeeld door Gal Gadot, die we kunnen kennen van Wonder Woman. En die film is een soort van begraven onder de controversie. Rachel Zegler die was zelf kritisch op het oorspronkelijke verhaal van Sneeuwwitje. Andere mensen waren weer kritisch op het gebruik van de 7 dwergen in de film. En andere mensen waren gewoon kritisch over alles. In principe vind ik de kritiek op het oorspronkelijke verhaal nog wel redelijk normaal op het moment dat het oorspronkelijke verhaal gaat over Sneeuwwitje die alleen bij de dwergen mag blijven als ze de huishouding gaat doen. Of de koningin die zich voordoet als iemand die korsetten verkoopt. Ik snap wel dat daar iets meer verandering in kon plaatsvinden. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. The director of the film will be Mark Webb. En Mark Webb is een bekende naam, die kunnen we namelijk kennen van The Amazing Spider-Man 1 en 2 en van de film Gifted. Dus laten we snel gaan kijken naar de trailer. In het begin van de trailer zie je meteen Sneeuwwitje verschijnen in het huis van de dwergen. En later zie je ook de dwergen een soort van hun mars inzetten. So, whistle while you work. En natuurlijk wordt dit weer een typische Disney film met mooie liedjes tussendoor. Een beetje echt die hele whole family vibe. En die soort villainrol voor Gal Gadot, die staat daar ook wel goed. Ik heb haar nog nooit in zo'n rol gezien, maar volgens mij kan ze dat prima. The fairest one of all. En je merkt ook dat ze delen zoals die magische spiegel gewoon hebben gepakt van het originele verhaal. Het is niet een hele verandering van het verhaal. Het is echt nog een vertelling, net als destijds de animatiefilm was. En om een of andere rare reden is er ook een grote rol voor Bambi in deze film. En in het allerlaatste shot van de trailer zie je nog de koningin de appel geven aan Sneeuwwitje, waar Sneeuwwitje het hele verhaal natuurlijk onbekend is. In principe geeft de teaser nog niet ontzettend veel weg, maar dat hoeft ook niet. We kennen het verhaal, we weten ongeveer in welke kant we het moeten zoeken. En het ziet er interessant uit, het ziet er filmografisch goed uit. Geen slechte CGI en dat soort dingen wat we wel eens hebben gezien afgelopen jaren bij Disney. Maar volgens mij zit het gewoon helemaal oké. Als ik een voorspelling mag doen, dan zou ik de film waarschijnlijk een 6,8 gaan geven. En dan komt de film in te staan tussen Only You en tussen 65. Laat me vooral weten wat jullie denken over Snow White. Of jullie de controversie snappen of denken van, volgens mij wordt dit gewoon een hele leuke family film. Ik ben heel erg benieuwd. Dat lees ik graag in de reacties. En dan zie ik jullie volgende week opnieuw bij een nieuwe trailer reaction. Tot ziens, tot later.